iedereen, welkom weer bij een nieuwe video op ons kanaal. En voordat ik verder ga, ik heb een special guest voor deze video. En die ga ik nu introduceren. Tada! She's back! Yes! Jullie hebben misschien wel gezien dat ik een tijdje niet op het kanaal aanwezig was. Dat kwam omdat ik een maandje op vakantie was in Vietnam. En ik was echt op vakantie, dus ik heb daar niet elke dag gevlogd of iets dergelijks. Maar wel ja, 1 of 2 dagjes. Dus dat gaan jullie binnenkort nog wel zien. Maar goed, niet in deze video, want we hebben weer een budgettoppers voor jullie. Ja, en die moesten we gewoon samen opnemen. Dus ik vind het heel erg leuk dat Tara er weer is. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden, want we hebben echt een hele grote lijst met allemaal leuke weer lifestyle, beauty, fashion en zelfs ook food budgettoppers. Dus ik kan je niet wachten. Blijf dan vooral kijken. Geef hem vooral een duimpje omhoog en laten we meteen beginnen. De Kruidvat heeft op dit moment weer een goede aanbieding, namelijk 1+1 gratis op echt een hele hoop producten. Ik ga niet alles opnoemen, maar de meest belangrijke zijn toch wel denk ik scheerschuim en zonnebrand en deodorant. Maar ook mooie merken zoals Olaas, Nivea en John Frieda. Dat vinden wij zelf ook een heel fijn merk. Verder ook André Lon en Rimmel, maar hoe dan ook, 1+1 kortingsacties zijn altijd de allerbeste. Dus ik zou echt zeggen van sla gewoon lekker veel in. Dan heb je echt gewoon 50% korting. Nou, we blijven nog even bij Kruidvat, want ze hebben ook een aanbieding op Aussie producten. Namelijk nu 2 voor €10. Dat is dus €5 per stuk, wat een prima prijsje is. En Aussie is gewoon een heel erg fijn merk met een super lekkere geur. Dus als je er ook van houdt, dan zou ik daar zeker even kijken. Nou, met de lente en zomer in het vooruitzicht is deze volgende aanbieding wel interessant, denk ik. De wat luxere scheermesjes zijn ook in de aanbieding bij de Kruidvat. Dan heb ik het over Gillette en Wilkinson. Je kunt natuurlijk gewoon wegwerpmesjes van een goedkoper merk halen. Maar soms is een merk ook wel fijn. Het is toch een net iets andere kwaliteit. En de mesjes van Gillette die hebben 50% korting. En de mesjes van Wilkinson zijn op dit moment €5. Het komt een beetje overeen qua prijs. Dus welk merk je ook kiest, ongeveer dezelfde prijs. En het zijn wel hele mooie mesjes. Gaan we door naar Trekpleister. En ook bij Trekpleister hebben ze heel veel 1+1 gratis acties. En nogmaals, daar houden we heel erg van. Dus die zijn heel erg leuk om te delen. Ze hebben namelijk de 1+1 actie ook geldig op de Ardell Kunstwimpers. Of ook wel de nepwimpers. En je betaalt voor 2 stuks. Namelijk €5,99. Dus €3 per stuk. Voor de wimpers van Ardell. Dus dat is wel een heel fijn prijsje. En bij de Trekpleister heb je nu ook een 1+1 gratis actie op alle haarkleuring. Dus dat is wel heel erg leuk als je weer even wil wisselen van haarkleur. En deze actie loopt op dit moment ook bij de Ethos toevallig. Ja, en dat is wel erg fijn. Want je kan dus gelijk een voorraadje inslaan. Of als je heel erg lang haar hebt, heb je vaak 2 pakjes nodig om je haar te doen. Dus dan kan je op deze manier echt goedkoper uit zijn dan andere keren. Dus dat is wel heel erg nice. Ja, dus mocht je net als ons weer lekker naar donkerbruin gaan, is dit je kans. En bij Ethos heb je ook nog een andere 1+1 gratis actie. En dat is namelijk op alle haarverzorging. Dus denk aan shampoos, conditioners en dat soort dingen. Dus ook daar kan je terecht voor hele leuke 1+1 acties. Bij de Blokker zijn op dit moment de dopperflessen in de aanbieding. En als je niet weet wat het zijn, dat zijn deze flessen. Maar dan zonder een logootje erop trouwens. Dit is onze Kiddies Cupcakes dopperfles. Maar hoe dan ook, het is wel heel erg belangrijk om lekker veel water te drinken de hele dag door. Mm-hmm. En als je een flesje bij je houdt, dan doe je dat natuurlijk veel sneller. En het is natuurlijk beter om een goede fles, een herbruikbare fles te gebruiken. Want het is beter voor het milieu, minder plastic afval en dat soort dingen. Maar wat wel leuk is aan een dopper is dat je kan de bovenkant eraf draaien en dan is het gewoon een fles. En je kan ook nog dit gedeelte eraf draaien en dan heb je zeg maar zo'n soort van wijnglas. Wijnglas. En gebruik je misschien niet heel vaak, maar stel je wil gaan picknicken dit voorjaar, dan kan je misschien een wijntje in je flesje doen en dan een beetje decadenter. Kan je net wat decadenter sippen eruit. Voelt net wat luxer of zo. Dus anyways, zijn €9. Bij Blokker hebben ze ook een hele interessante actie op de dubbelwandige glazen. Dat zijn glazen zoals dit. En die zijn daar nu met 40% korting. Nou, deze is niet per se van de Blokker, maar ik wil deze toch eventjes laten zien zoals je een idee hebt van wat is een dubbelwandig glas. Dat is dus dit. Zijn hele fijne glazen die ervoor zorgen dat je thee bijvoorbeeld lekker warm blijft. En het zorgt er ook voor dat je hem gewoon makkelijk met je hand kan vasthouden zonder dat je je hand verbrandt, wat wel heel erg fijn is. Nou, de kluisjeset glazen die gaan vanaf €4,50 nu met deze actie. En dat is wel een heel erg goede prijs, want dit zijn vaak glazen die wat prijziger zijn. Ja. Maar het is echt super fijn en ik drink eigenlijk alleen uit dit soort glazen. Dus mocht je ook geïnteresseerd in zijn, ga zeker even naar de Blokker om te kijken of er ook wat voor jou tussen zit. Bij de Blokker heb je nu een SodaStream Spirit pakket in de aanbieding voor €59. En dan krijg je dus die SodaStream met 2 flessen en nog een cilinder waarmee je dus het gas in het water kan pompen. Want als je het nog niet wist,
Een SodaStream is een apparaat waar je dus bubbels mee in drinken kan brengen of in water. Ja. Mocht je onze SodaStream video's hebben gemist, klik dan zeker even op het i'tje en ook even op de link in onze beschrijving. Want we hebben er een best een grappige video mee opgenomen, vorige zomer geloof ik. Wij houden zelf ook wel gewoon van veel water drinken, maar ook wel eens water met een bubbeltje en dan wat citroen erin. Het is gewoon goed voor je. Beter dan frisdrank. En het is natuurlijk ook beter voor het milieu dan dat je allemaal van die spaarroodflessen gaat kopen en dan zit je weer met al je plastic afval. Wij zijn gewoon fan. Als jij ook fan wil worden, haal hem dan even bij de blokker. Nou, we blijven nog even bij de blokker. En volgens mij hebben we nog nooit zoveel blokker items als in deze video laten zien in een eerdere budgettoppers. Dus dat is helemaal cool. Bij blokker heb je namelijk momenteel een hele leuke keukentrolley te koop. En deze is namelijk in een koperkleur. Dus als je een beetje van die koper rose gold-achtige vibe houdt, dan vind je deze misschien ook wel leuk. En deze keukentrolley kan je natuurlijk ook zetten in je huiskamer. Je kamer. Ja, keuken natuurlijk. Je slaapkamer. Badkamer, slaapkamer. Het is gewoon een heel leuk ding. Je kan hem voor alles met gebruiken. Wieltjes. Ja. Ja, precies. Want ik zat ook te denken nu net, je kan er ook gewoon een barcard van maken. Ja, als je inderdaad zou willen. Of een koffiekart, limonadekart. Of dus gewoon om je handdoeken en toiletspullen op te doen. Ja, dus je kan er echt van alles en nog wat mee. En hij ziet er gewoon heel erg leuk uit. En hij kost maar 15 euro, wat ik een echt prima prijsje prijs vind. En ook in diezelfde koperen trend heb je een keukenrolhouder. En dat klinkt misschien een beetje tam, maar het is wel gewoon heel erg leuk en heel erg handig voor je keuken. En deze kost maar 7 euro en heeft ook weer die mooie koperen kleur. Dan heeft hij nog een soort van apart buisje ernaast, zodat je lekker makkelijk je keukenpapier eraf kan trekken. En dat is al heel erg handig. Bij Kruidvat heb je momenteel een hele leuke en fijne tijdschriftenactie lopen. En je kan kiezen uit echt heel veel verschillende soorten tijdschriften. En dat kunnen zijn maandbladen en weekbladen. Je betaalt gewoon een vast bedrag van 10 euro, 9,95 euro. En dan krijg je een x-aantal bladen voor een bepaalde periode voor dat geld. Nou, het ligt er een beetje aan voor welk blad je kiest, hoeveel ze ongeveer omgerekend worden per blad. Maar mocht je heel vaak zeg maar je tijdschriften loskopen in de winkel, dan ben je sowieso met deze actie veel goedkoper uit. Dus ik vind dit wel een hele leuke en interessante actie. Bij de karwei heb je op dit moment vetplantjes en leuke potjes in aanbieding. En die prijzen gaan vanaf 2,50 euro. En dat is wel heel erg leuk om natuurlijk de lente in huis te houden. Mm-hmm. En daarbij zijn vetplanten ook van die lekkere makkelijke planten. Die hebben niet echt veel verzorging nodig. Dus dan weet je zeker dat hij het wel overleeft. Gaan we door naar Zenos. En met Zenos moet ik eventjes zeggen dat ik een beetje een soort van bitter gevoel heb. Want Zenos is echt super leuk. Maar zoals je misschien wel hebt meegekregen, ik heb er ook al een blogpost over geschreven, gaan sommige Zenos filialen verdwijnen. Niet elk filiaal wordt niet meer opnieuw geopend. Maar het wordt langzaam overgenomen door een nieuwe winkelketen, namelijk Casa, C-A-S-A. Casa. Ik denk, ja, ik weet niet goed hoe je het uitspreekt, dus ik probeer het maar heel hard te zeggen. Lekker uitspreekt. Ja. Dus Casa. Maar voor de momenten dat je nog wel een Zenos in de buurt hebt, omdat je dat je daar kan langsgaan, zou ik zeker daar naartoe gaan. Nu zagen wij bij de Zenos op dit moment hele leuke kampeerspullen met tropische printjes. Nou, dat is super leuk, want als je gaat kamperen, dan ben je al een beetje in die vakantievibe en hiermee een beetje in de tropical vibe. En het is wel heel erg leuk om te gebruiken gewoon als je gaat kamperen dus. Maar ook natuurlijk op festivals, want het festivalseizoen komt er weer aan. Weekendfestivals horen daar natuurlijk bij. En dan heb je gewoon een tent nodig. En een uitklaptent of een opgooitent van Zenos die kost 30 euro met zo'n printje. En die is dan voor 2 personen. Dus voor jou en je rugzak of jou en een vriendin. Mm-hmm. En dan heb je ook nog een slaapzak met zo'n mummy of weet, hoe heet je dat? Zo'n capuchon. Die is ook wel heel erg chill. Ook in dezelfde print. En deze kost maar 20 euro. Verder zagen we bij Zenos ook nog de Mermaid collectie. En dat is een hele leuke collectie bestaande uit allemaal verschillende dingetjes. Denk aan tasjes, portemonneetjes, maar ook volgens mij wat schrijfwaren hebben ze. En ook van die bordjes. Maar het leuke is dat deze Mermaid collectie ook een hele mooie holografische print heeft. Of detail eigenlijk. Dus hele mooie verschillende kleurtjes. Ja. Ziet er gewoon super tof uit. Je kan het gebruiken voor het festivalseizoen. Maar je kan het ook gebruiken voor een feestje thuis. Of een picknick of wat dan ook. Het ziet er gewoon echt super vrolijk uit. En de prijsjes die variëren gewoon een beetje per item. Mm-hmm. Maar natuurlijk gewoon heel erg budgetproof. Dan zagen we dat de Zenos ook nog allemaal leuke LED-verlichting had. Die je zeg maar op je bureau kan neerzetten met een ananasje of een cactus of een flamingo. En die hadden we wel eens eerder tegen zien komen op Instagram. Toen hebben we een beetje uitgezocht van waar kan je die nou halen. En die zijn rond de 35 of 40 euro als die meer is. Van een ander merk. Maar deze die lijken er wel heel erg op. We hebben wel eventjes gekeken in de winkel. Zag er iets goedkoper en plastic-achtig uit. Maar goed, het kost dan ook maar 5 euro. Dus als je zo'n neonlampje ook leuk vindt, ik zou zeggen ga even naar de winkel. Kijk even wat je van die plastic kwaliteit vindt. Maar 5 euro is in principe echt geen geld. Bij Gamma heb je momenteel een hele leuke actie op bepaalde planten. En ze zagen er heel erg tropisch uit. En het is gewoon heel erg leuk om die in je huiskamer te zetten wanneer je gewoon een beetje wat
verfrissing wilt en je een beetje je huis lenteproef aan het maken bent. En deze prijzen zijn heel erg fijn, want ze gaan namelijk vanaf €5,95 al. En deze planten zijn niet zeg maar kleine tafelplantjes, maar gewoon wat groot om bijvoorbeeld in een hoekje neer te zetten met een leuke plantenstandaard. En ik denk dat je daar je interieur wel echt heel erg mee omhoog kan brengen. Ja, want zoals je weet zijn Larissa en ik ook echt dol op planten. Serena trouwens ook. We zijn echt langzaam ons interieur een beetje in een urban jungle aan het veranderen. Nog niet zo heftig als dat het kan. Mm-hmm. Je moet ze natuurlijk ook wel blijven verzorgen. En dat is nog best wel veel werk. Maar het geeft wel een hele leuke vibe. Gewoon heel lekker huiselijk, vrolijk. Daar worden we heel erg blij van. Bij de leenbakken heb je op dit moment een superleuke poef. Maar ook een zitkussen met een cactusprint. We vonden hem wel heel erg hip. Is niet super budgetproof. Maar omdat we hem leuk vonden, wilden we het toch eventjes gaan delen. Want de poef is €22. Dus super chill om op te zitten. Vooral als je een balkonnetje hebt of zo. En je hebt ook nog een zitkussen. En deze kost €33. Het is al met al alsnog goedkoper dan een Fatboy natuurlijk. Mm-hmm. Dus wat dat betreft wel een beetje budgetproof. Maar ik begrijp dat het niet 100% budgetproof is. Maar ik vond het toch gewoon heel erg leuk te uitzien om eventjes met jullie te delen. Nou, zijn we aangekomen bij Action. Een van onze favoriete budgetplekken, denk ik wel. En ze hebben momenteel ook een hele leuke industrieel wandrek en kapstok. Ik heb deze al in het echt gezien. Want ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk al vorige week in de Action heb gezien. Maar hij staat nu in de folder. En je hebt dus deze kapstok met een industriële look. De kapstok kost €2,99. Het ziet er gewoon super cool uit. En dan heb je ook nog het wandrek. En die heeft ook een plek om dingen op te hangen. En je hebt aan de bovenkant ook nog een plankje. Kan je misschien iets van een leuke cactus of wat dan ook op kwijt. En dat staat gewoon super tof. En die kost €8. Bij de Aldi heb je op dit moment weer een Fjallraven knock-off tas in de aanbieding voor maar €4,99. En misschien kan je deze aanbieding nog wel een keertje herinneren van een van onze eerste budgettoppers. Dan had je hem namelijk ook. En hij is weer terug. En we hebben hier een echte Fjallraven. En dit is een beetje het model die de tas van Aldi dus ook heeft, maar dan niet dit labeltje. En het is gewoon een heel fijn model. Het is een heel vierkant tasje. Er past ontzettend veel in, terwijl het helemaal niet lijkt alsof er heel veel in zit. Dus wij vinden het wel een hele fijne tas. Het verschil natuurlijk, als dat je een echte koopt, is dat de echte die kost €70 of €80 en is duurzaam geproduceerd. Deze van Aldi waarschijnlijk niet duurzaam geproduceerd. Maar is wel een stuk goedkoper. Het is in ieder geval wel, ja, ik vind het wel een fijn model tas. Dus daar kan je het al voor doen. Maar goed, het gaat uiteindelijk om de model tas. En wij vinden het heel erg fijn, want je kan hem heel erg klein oprollen. Dus je kan hem meenemen op reis. Het is heel fijn voor op citytrip. En als het goed is, pas je laptop er ook nog in. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Mm-hmm. Dus wij zijn best wel fan van een modeltas. Nou, zijn we aangekomen bij misschien wel het lekkerste onderdeel van deze video. En dat is namelijk de food aanbiedingen. En daar hebben wij er twee voor jou. En de allereerste is bij de Kruidvat. Daar heb je namelijk de Oreo met choco in de aanbieding. En ja, die is lekker. Hij is zo ontzettend lekker. Je moet natuurlijk niet te veel van snoepen, want ja, dan... Als je momenteel aan je bikini body aan het werken bent, dan is het misschien niet de allerbeste keuze. Maar ik kon het niet laten om deze niet met jullie te delen. Want je hebt namelijk deze nu in de aanbieding voor maar €1,50. Super goede deal. En het is gewoon echt een super lekkere. En het is misschien wel leuk om gewoon af en toe een keertje eentje te eten. Of twee. Ik vind namelijk dat je voor met deze met choco echt genoeg hebt aan eentje. Ja. Omdat het wat meer vloed, wat voller is, wat zoeter. Het is wel weinig hoor, één. Nee, maar het is echt best wel, ja, echt best wel prima. Dus als je echt zo'n chocolade craving hebt, dan is dit gewoon een hele lekkere om te snacken. En nu in de aanbieding dus. Ja, deze moest ik gewoon met jullie delen. De volgende aanbieding is speciaal voor de Utrechters onder ons. Of voor de mensen die graag naar Utrecht toe komen. Mm-hmm. Want bij Chidos, dat is een tentje waar je wel lekker Mexicaans eten kunt halen. Krijg je in de maand april je tweede burrito gratis. Yay! En dat is wel echt een goede deal. Want ze zijn ook heel erg lekker. Ze zijn best wel groot. Dus echt een avondmaaltijd of je lunch kan ook. En het is gewoon echt een goede aanbieding. En als je meer wil weten over Chidos, we hebben er een keer een review over geschreven op onze reisblog travelapp.nl. Met wat duidelijkere foto's en verhaaltjes erbij. Dus die link zetten we ook eventjes in de beschrijving. Ga zeker even checken. Maar nogmaals, tweede burrito gratis. Ja, het is echt super yummy gewoon. Ja. Ik heb nu gewoon trek al. Ja, misschien moeten we straks even gaan. Ik zie nu net wel op de flyer staan dat je de flyer moet laten zien. En ik weet niet hoe streng ze erop controleren natuurlijk. Maar als je in Utrecht woont, heb je hem waarschijnlijk in je bus zitten. Mm-hmm. Ik hoop dat ik hem ook in mijn bus heb zitten. Maar anyways,
daarmee kan je hem krijgen. Als laatste tip willen wij in deze video nog even meegeven dat het geld dat je nu bespaart als je gebruik maakt van deze aanbiedingen, stop het even in een potje, stop het weg en bewaar het voor een leuke vakantie of iets anders leuks om te doen. Want voor je het weet is het weer zomer en het is echt super fijn als je dan gewoon wat geld over hebt om leuke dingetjes te doen. En dat is natuurlijk ook een beetje het idee achter deze serie, dat je dus geld bespaart zodat je het kunt sparen om vervolgens leuke dingetjes te doen. Dus we hopen dat jullie het leuk vonden om weer deze nieuwe budget toppers te zien. Laat ons vooral eventjes in de comments weten welke aanbieding jij het interessantst vond en voor welke jij naar de winkel gaat rennen. En dan wens ik jullie vandaag nog een hele fijne dag toe. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doei.